hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Oh mijn god, en ik heb een hele streep op mijn wang. Ik heb me in het donker opgemaakt omdat ik zo vroeg op was. Maar is het niet zo heel mooi. Het is vandaag maandag. Ik ga zo lekker naar Amsterdam. Ik heb een afspraak met Lisette, mijn manager. Daarna ga ik shooten. Dus ik heb ook echt even een koffertje. Oh, hier zit. Even een koffertje mee met allemaal outfits voor mezelf. En daarna ben ik uitgenodigd voor de lancering van de nieuwe Linda Meijer winterboek. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. Ik heb best wel een druk dagje, dus ik ga heel snel rijden. Ik ben al een beetje laat, want ik was vergeten dat ik moest tanken. Maar ik heb het toch geraakt. Ik heb echt een heel leuke outfit aan, maar dat laat ik jullie straks even zien. Ik heb vandaag voor het eerst weer een jurkje aan. Ik heb besloten om het even vaak te doen. Dus ja, maar dat laat ik jullie even allemaal straks zien. Ik moet nu echt heel snel hier wegrijden. Want ik sta verkeerd, denk ik. Ik ben nu onderweg naar Lisette. En daarna gaan we even samen naar het Blitzen Hotel. Om even te lunchen. Ik heb er echt zoveel van gehoord, maar ik ben er echt nog nooit geweest. Ik hoop dat het daar lekker is en niet tegenvalt. Ik heb al een beetje op het menu gekeken. Want ik ben echt zo. Als ik ergens ga eten, dan moet ik vooraf weten wat je daar allemaal kan eten. En dan weet ik vooraf al wat ik ga bestellen. Dus ik vind me echt een beetje gek als ik dat doe. Ik dacht, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben even naar het menu aan het kijken. Voor wat? Ja, morgen ga ik daar en daar eten. Dus dat is echt gek, man. Ik sprak iemand daar laatst trouwens over mijn obsessie voor eten. En zij had het erover dat, ook, zeg maar, dat het ook een vorm is van een eetstoornis. Dus je hoeft niet per se anorexia te hebben of bulimia of... Echt dat zeg maar fysiek ook te zien is om een eetstoornis te hebben. En dat je zeg maar, als je net zoals ik echt zo'n obsessie hebt voor eten. En alleen maar nadenkt over wat je over een paar uur gaat eten. Of wat je morgen gaat eten. Of wat dan ook. Dat het ook echt een vorm is van een eetstoornis. En dat vond ik best wel heftig om te horen. Dus ik probeer daar eigenlijk ook wel minder mee bezig te zijn. Maar ik merk dat mijn hele leven gewoon om eten draait. Heel apart. Ik ben eindelijk in Amsterdam. Wij zijn bij het Blitzen Hotel. Ik ben hier met Lisette. Kijk haar grote kop koffie. Ik ga het weer testen. We hebben echt zoveel foto's gemaakt. Niet normaal. Ik hoop echt dat er wat leuks tussen zit. Ik heb een cappuccino besteld met amandelmelk. En een heerlijke salade met kip. Dus wij gaan even eten. We zijn nog steeds bij Pulitzer. Het regent echt zo hard buiten. We hadden nog foto's maken. Ik heb maar even omgekeken hier in de wc. Outfits die ik vandaag eigenlijk ga shooten, daar maak ik een aparte video over. Dus dan zien jullie die allemaal daarin terug. Maar ik heb echt super leuke outfits. Oh, nou, ik zetten. Hey! So, Richie, what have you come to see me? Fantasy, fantastic. We should dedicate them a fantasy. Fantasy, fantastic. We should dedicate alle bijzondere vrouwen in jouw leven. En cool. Ik wilde eigenlijk even aan jou vragen wat betekenis van jou voor jou. Want je hebt je omringd met een heleboel sterke vrouwen. Ja, nee, het zijn de belangrijkste vrouwen in mijn leven. De plek waar ik mezelf kan zijn, zoals ik al zei in het interview ook, waar ik even de rodiflex gebeuren allemaal los kan laten. En ja, waar ik echt tot de rust kom. En ik ben blij dat ze er allemaal voor me zijn. Baby Girl, hier is ook een fashion shoot in dit nummer, daar ga je echt versteld van staan. Ja. En ja, die is ook wel als favoriet. En je oma van 84 stond ook op de set. Zit daar een nieuwe modellencarrière in? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind ze volgens sowieso alles. Ik kijk altijd naar de tv en sowieso. Ja, ik denk dat het echt heel tof gaat vinden. Ook de interviews die er van los vrij zijn gekomen. Ze gaat echt bij de dingen vertellen. Ze gaat telefoontjes krijgen uit Suriname. De fan verspreidt zich in de familie. En we staan hier natuurlijk niet voor niks met de leading lady in jouw leven. Yes. Wat voor vader probeer jij van Nori te zijn? En zie dat goed? Wil jij zelf antwoord geven? 3, 2, 1, do this! We should dedicate my fantasy, fantasy, oh fantastic. We should dedicate my fantasy. 24 dans ma tête non stop. Si j'avais une liste, tu serais au top. Non, non, je ne demande pas. I like your style, you know, je ne veux pas. Tu me rends fou, girl, you know. My love never let you go. Oh mijn god, 2 uur later, eindelijk thuis. Ik heb echt gewoon helemaal tussendoor gereden of zo.
Ik heb er 1,5 uur over gedaan om hier te komen. Het is op zich nog best wel oké. Maar veel langer dan 50 minuten natuurlijk die ik normaal rijd naar Amsterdam. Zo, ik heb heerlijk gedoucht en mezelf opgefrist. Ik heb een goodiebag meegekregen trouwens bij de lancering van de nieuwe winterboek. Voor Linda Meijden. Ik heb natuurlijk een nieuw winterboek gekregen. En die is echt zo cute, jongens. Jullie willen echt niet weten. Dit is dus de cover. Ik ga stuk. Het is echt zo cute. Het is dus Ronnie Flex met Nori op de cover. En ze heeft ook een shoot gedaan. Ik ga helemaal stuk. Ik heb die shoot gezien, maar ik vond het echt niet normaal cute. Even kijken of ik hem zo kan vinden voor jullie. Ja, dit is de shoot. Oh, dat is echt zo schattig. Niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n schattige shoot gezien. Kijk een keer die beentjes. En even kijken. Dit is mijn lievelingsfoto. Ik vond deze echt te schattig gewoon. Echt lekker. Zo'n lekker ding is hij. Ik ga straks even lekker op mijn gemak op de bank alles even doorbladeren. Volgens mij echt een heel leuke editie. Heel veel bekende gezichten erin. Verder zat er ook een booty bag. Oh, lekker. Popcorn, sour cream en black pepper. Lekker, voor bij het lezen. Goed over nagedacht. En, wat is dit? Van Rituals, Hair and Body Mist. Oh, chill. Even ruiken. Hair mist toch? Ik ga even mijn haar spuiten. Oh, lekker fris. Heerlijk. Dat was mijn goodiebag. Ik ga nu even snel koken. Want ik heb onderweg, had ik dus file, toen had ik Nessie gebeld van wil je alsjeblieft even garnalen voor me halen. Want anders ga ik het niet redden om te kunnen eten, want de supermarkt is al bijna gesloten. Ze heeft echt garnalen van me gehaald. Dus wat ik nu ga doen is gewoon even garnalen bakken en dan een garnalensalade maken. Dat ik even iets binnenkrijg en dan lekker fruit eten en dan ben ik eigenlijk klaar voor deze dag. Dit is een beetje hoe mijn salade eruit gaat zien. Komkommer, tomaat, sla, olijven en lekker garnaaltjes. En dit is het eindresultaat. Het ziet er echt verrassend genoeg heel erg lekker uit. Terwijl ik echt even niet wist wat ik moest doen. Maar dit wordt een pittige garnalensalade. Ik heb het lekker gebakken in chili saus. Ik vergeet te filmen, maar ik ben even een smoothie aan het maken met dadel en banaan. Ik wil er eigenlijk avocado bij doen. Maar die heb ik niet thuis. Ik heb het wel eens geproefd bij de Marokkaan. Toen zei hij dat er alleen maar dadel en banaan bij zat. Dus dat ga ik even uitproberen om te kijken of ik dit wel lekker vind. Ik heb het net geproefd en het is echt, echt, echt mega lekker. En hartstikke zoet. En nu even een beetje me time. Lekker een smoothie. En ik ga dit even lekker op mijn gemak lezen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En gisteren heb ik de vlog niet afgesloten. Maar volgens mij was het ook best wel een korte vlog. Dus ik dacht, ik pak vandaag gewoon mee. Het is al best wel aan de late kant. Want ik ben de ochtend met Nessie naar Utrecht geweest voor een afspraak. En toen zijn we rond 2 uur thuis gekomen. Nu heb ik even zelf een afspraak. Rij ik nu even naartoe. En daarna ga ik gewoon rustig aan naar huis. Ga ik even lekker koken. Even kijken wat er op de planning staat. Nessie is gewoon thuis aan het slapen. Want hij heeft vandaag echt heel slecht geslapen. Hij zegt dus dat ik de laatste tijd heel veel snurk. Maar ik merk er zelf echt helemaal niks van. Maar ik merk wel, want sinds ik magnesium slik weer. Of drink. Want ik heb zo'n poedervorm en doe ik met thee. Dat ik echt dus heel erg diep kan slapen. Dus misschien ligt het daaraan. Zo. Ik ben net klaar met mijn afspraak. Zonnetje schijnt echt heerlijk, maar het is zo koud. Niet normaal. Ik ga nu even lekker naar Nessie rijden. Het is inmiddels 4:30. Dus ik ga lekker starten met koken als ik thuis ben. Ik ben er denk ik met 3 kwartier of zo pas. Dus ik ga even alvast nadenken wat ik ga koken. Ik ben net thuis. Ik ben weer even langs de appie gegaan. Ik heb hier bospeentjes, geschilde bospeentjes met olijfolie, zout en peper en knoflookpoeder. En die gaan nu in de oven voor 40 minutjes. Heel slecht dit. 2 uur later. Ik ben in slaap gevallen. Nessie ging dus boksen toen ik thuis kwam. Dus toen ben ik gelijk gestopt met koken. Ik kwam pas over 1 uur, 1,5 uur thuis.
Dus ik ga even straks beginnen. Ik heb echt een soort van winterdip of zo. En ik val gewoon echt zo vaak in slaap. Niet normaal. Dus ik moet weer even wakker worden. Ik ga gewoon even koffie drinken nu. En dan ga ik gewoon even rustig gaan koken tot Nessie thuis is. En dat is het eigenlijk een beetje. Ik dacht ik ga vandaag vloggen, maar het is er ook niet echt helemaal van gekomen. Wij gaan vandaag trouwens, ik heb kip en bosbeentjes. Maar ik heb zeg maar niet een heel gerecht. Ik heb gewoon losse dingen zeg maar gekocht. Kip en bosbeentjes. Even kijken wat ik daarvan kan maken. Ik ga meestal nog gewoon even zoeken naar recepten op internet. Wat ik daarvan kan maken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het wordt gewoon zoiets. Oei. Gewoon lekker simpel. En dan een slaatje erbij en dan vind ik het wel goed eigenlijk. Alles zit in de oven. Ik heb nu uitjes gesneden, peterselie, heel snel zoals je ziet. Ik ga nu tomaatjes snijden, dan doe ik er chilisaus overheen en dan doe ik even over de kip heen. Ik doe het even in een bord. Tomatensaus, zout en chili. En dan hebben we dit. Hier zit dus kip onder. Het zijn bospintjes. En ik doe los nog fruitjes in de oven. Ik heb het echt nog nooit gedaan, dus ik hoop dat het lukt. En ja, dit heb ik eigenlijk een beetje zelf verzonnen. Ik had dus op internet gevonden dat je de rauwe kipfilet zo in de oven kan stoppen. Dat heb ik dus ook gedaan. Maar dat heb ik even erbij verzonnen. Omdat ik het gewoon wat lekkerder vind. En ik wil iets meer smaak in mijn eten. Over de bosbeentjes heb ik rozemarijn gedaan. Kijk naar mijn gezicht. Wat heb ik? Kijk hier. Oh, net zoals een K-gram. Ik ben met mijn K-gram. Dit wordt mijn titel. Net zoals een K-gram. Grappie. Maar ik heb hier de kerstbelichting. Zie je dat? Ik vind het heel gezellig. Leuk hè? Oh, weet je, mag ik kleinzinnig doen bij jou dat je me aait? Wat? Ik wil kleinzinnig doen. Mag ik niet kleinzinnig doen? Nee. Ah, Mariama. Oh. Ik wil ijs, ik wil ijs. Oh, ik moet even verder, want je hebt me niet gebeld je onderweg was. En dan moet ik nog een salade snijden. Zo, mijn ovenschotel is klaar. Hier is er echt helemaal niks van. Maar het is dus kip. En een grote... nee! Net! Grote salade. Doei. We hebben last minute even besloten dat we naar de bios gaan. Naar een heel stomme film. Dat was de enige film die nog beschikbaar was zo laat. Dus dat gaan we doen. Oh, ik heb mijn 5 minuutjes een beetje gefatsoeneerd. Ik zie er nog steeds niet fatsoenlijk uit. Ik heb hier hetzelfde aan als bij Recep Ibiduk. Je hebt wel echt een lekkere chill outfit. Dat vind ik goed. That's it. We gaan heel snel trekken. Lekker naar Apple. We gaan trouwens naar Countdown. En de verhaallijn is eigenlijk wel leuk, maar... Nog kijken of de film goed is. Even kijken of de film goed is. Leuk man, dit voor een vlog. En ik heb weer mijn lievelingsbiosnackje. Wat is dit? Nibbits. En klaar met de film. Ik vond het best wel een goede film. Het heet Countdown. Ik vond het best wel goed. Hij was in ieder geval beter dan die, hoe heet die andere eigenlijk? Are you there, you there, there? Iets met there? Iets met, in het Engels wagen, met there. Are you... Ik wil zeggen, are we there yet? Nou ja, in ieder geval... Do you dare? We vonden het best... Zo. Ik heb last van dit. Je wilt mij gewoon niet in beeld. Ja, ik vond het best vond wel goed. Vond je het echt hard? Ja, ik vond hem echt best wel leuk. Alleen, zeg maar, het monster had gecreëerd, want ze was wel echt een beetje nep. En ik wel, zoals Nessie zei, liet je net een scheep? Huh? Liet je een scheep? Nee, toch ook. Wat was dat dan? Huh? Ik ga het echt terugluisteren. Nee. Die stoel alleen die monster was een beetje kinderachtig. Ik heb het warm. Ik heb gewoon scheet gaan doen. Die monster zag eruit als, zeg maar, hun kleding was echt een carnavalswinkel. Ja, yeah. Maar ik vond het echt een leuk verhaal. Zie je zo'n monster met zo van die grote nagels zo. Raaah! Ik what the fuck. Zeg maar, hoe groot was jullie geld voor productie? Ja, je kan beter zo'n mens ervoor gebruiken die gewoon een beetje eng eruit ziet. Gewoon een goede special effect man, dit was gewoon gaar. Maar het is wel echt een leuke film aan te gaan, tenminste als je van horror houdt het hè. Concept. En? Voor ons, zeg maar, voor ons was een jongetje en die... Korte arm, jongen. Zo'n jongen voor ons. Die sprong elke keer... Die sprong elke keer in de lucht. Maar het was wel echt eng, hoor. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben wel een paar keer geschrokken. En die vrouw naast jou, die in dezelfde ging praten. Ja, maar hey, er zijn echt gewoon mensen... Ik doe haar gebruiken. Midden in de nacht, die dus naar de bios gaan, in eentje naar horror.
en dit soort shit gaan gewoon kijken. Het zijn gewoon echt. Er zat naast mij een vrouw die gewoon alleen was gekomen. En er was nog een jongen naast jou die alleen was gekomen. Gek. En die jongen kwam later met Nessie op een foto. Toen zei hij van ja, ik hou gewoon van horror. Besef, je gaat gewoon in de nacht op de fiets was hij. Uit vrije wil. Naar Bios toe, uit vrije wil gewoon naar horror te kijken. Ik vind het echt vet dat, zeg maar, dat je dat kan. En de maker. Want ik ben een scheiter. Ze switcht weer van arm. Nou, wie heeft er zin in melk? Hallo, kids, milk voor de kids. Och, ik hou van jullie, hè, dikzakken. Oh, daar gaan we. Dus ik zie er niet meer uit. Het is echt tijd om naar bed te gaan. Ik ben kapot moe. Film was geslaagd. Ik heb lekker gesnackt. Dat wil zeggen dat ik morgen weer extra gezond ga eten. Ik heb vandaag ook gewoon mijn vitamines niet geslikt. Het was echt een slechte dag. Voor mijn gezondheid. Nee, ik ga heel snel naar bed. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doeg!